Hoofdstuk 1 van Lust en Liefde. Adam en Eva in Parijs. Hoe ze heten wist Adam de volgende dag al niet meer. Haar borsten, die hij met gestrekte vingers niet had kunnen omvatten. Haar overdadig met kool omrande ogen. Haar wespentaille. Het ronde kontje en de lange, slanke, zongebruinde benen die onder een geblokt minirokje uitstaken, ziet hij echter nog precies zo voor zich als Eva ruim 40 jaar later vraagt. Zeg nou eens eerlijk. Wat was dat toch tussen jou en dat zogenaamde vriendinnetje van die vriend van je, met wie je door mijn zus tussen de struiken werd betrapt? In een windstil hoekje van het vanwege de nog prille lente verlaten terras, op loopafstand van hun 3-sterrenhotel in Saint-Germain, smeert Eva roomboter op de ene helft en hij aardbeienjam op de andere van het door haar zorgvuldig overdwars doorgesneden croissantje. Samen drinken ze het grote glas vers geperst sinaasappelsap leeg. Zij pelt de banaan, waarvan ze om beurten een hap nemen. Haar pot thee schenkt precies anderhalf kopje uit voor ieder van hen. En van zijn dubbele espresso hebben ze afwisselend zitten nippen. Ze delen alles, behalve hun geheimen.